eigenlijk. Welke plaats? Aspol. Aspol. Aspol City. Aspol City. Ja la la. Aspol City. Ja la 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 la. Aspol City. Alle kinderen op het veld mogen gaan zitten. Dan kan iedereen op het terras en langs de lijn ook nog kijken. Thank you.
gaf en toen verwachtte. Gaf je handen en ik bleef in de kraal. Het liefst loop ik weg, maar ik... You play today with IAC? Yeah. Yeah? Yeah. To ETL team? Yes. Okay. And you from? Ghana. Ghana. And your age is 19? 20. 20. Okay. Yeah, we see you later on. Hallo, John. RTV Lossen. Hoi. Hoe was het hier om hier te spelen in Lossen? Ja, zwaar. Was een selectie van de beste spelers uit de omgeving, hè? Kijk, wij trainen niet en om dan zo een overwinning eruit te slepen, dat is toch wel leuk. Leuk. Leuke sportieve ploeg en een leuke sfeer, leuke mensen. Ja. Leuke wedstrijd. Hoe vaak spelen jullie als NTL Server Team? Per jaar, dit jaar gaan we zeker rond de 10 wedstrijden spelen, zoiets. Iets meer. Ja. Maar vaak spelen we voor goede doelen, maar ook als clubs 20, 30, 40, 50 jaar bestaan, dan zijn we er ook. Of dan worden we uitgenodigd. Oké, dus dan ben je 10 weekenden in de week, in het jaar ben je lekker op pad. Ja, met voetbal, als ik tijd heb, als ik niet te veel hoef te werken, dan heb ik ook een clubje in Den Haag waar ik voetbal. Ja. Dus eigen clubje, hè? Hoe heet die? SV Leidseveen, dat is niet meer op niveau van vroeger, hoor. Nee, vroeger was het, dan speelden we, ik heb nooit prof gespeeld ofzo, dat is geen illusie hoor. Maar hoofdklasse was mijn top. Hoofdklasse, ja. Hey, bedankt voor het interview. Ja. Leuk je helemaal gesproken hebben voor RTV Lossen. Ik vond het een eer. Ja? Jawel, zeker. Bedankt. Dag allemaal. Ja. Ik hou van jou. Die gegessen had, sagt es die kleine Tönkartoffel. Die kleine Tönkartoffel.
Nummer 2, Fey van Dam. Nummer 3, Lucas Gimees. Nummer 4, Sam de Roo. Nummer 5, Joshua Jansen. Nummer 6, Ruben Wijsman. Nummer 11, Sam Puze. Nummer 12, Ruben Overduin. Nummer 13, Jeroen van den Berg. En nummer 14, Tycho Muze. De begeleiding van deze jongens bestaat uit Robin Brasker en Steven Opbering. Dan nu onze zustervereniging uit Plassen. Met nummer 1, Jorn Zitzler. Nummer 2, Wout Scholten. Nummer 3, Colin Lem. Nummer 4, Stijn Meijering. Nummer 5, Marijn Scholtens. Nummer 6, Jaan van Vliet. Nummer 7, Giovanni Alderink. De wedstrijd zal onder leiding staan van de heer Ed Jansen. Geassisteerd door de heer Rodney Huibrechtse en Stan Enneman. We wensen u een prettige wedstrijd. Dat was dan de finale tussen van de onder 13. Felicitaties naar de zustervereniging Losser. En dan gaan we straks verder met de finale van onder 15. Tegen UVS onder 15. Stel ik nu de spelers aan u voor, al is die van RCL. Met nummer 1, Bjorn IJzendorf. Nummer 2, Bram Rietveld. Nummer 3, Jesse Nogelmans. Nummer 4, George Schouten. Nummer 5, Mark van der Velden. Nummer 6, Wouter Planje. Nummer 7, Siep Rutgers. Nummer 8, Stijn Roos. Nummer 9, Quinlan Paulina. Nummer 10, Rafael ten Bergen. Nummer 11, Martijn Meijer. Nummer 12, Tim van Griezen. Nummer 13, Tijmen Kruisen. De begeleiding bestaat uit Rocky Paulina, Dennis Nuggelmans en Arno Rietveld. Dan nu het team van UVS. Nummer 1, Thijs Scheffer. Nummer 2, Mick Driesen. Nummer 3, Timo Lagerberg. Nummer 4, Jan Kromhout. Nummer 5, Jasper Potjewijk. Nummer 6, Romello Couvelier. Nummer 8, Milan Bremmer. Nummer 7, Milan Bremmer. Nummer 8, Timmer van Rooyen. Nummer 9, Kief Laten. Nummer 10, Roemer Buis. Nummer 7, Tim Gijs Koppling. De begeleiding bestaat uit André Bundes, Joël Blijgroot. En technisch directeur is Jan Kromhout. De wedstrijd staat onder leiding van de heer Ed Jansen. Geassisteerd door Jesse Otto en Jordi Bakker. Wij wensen u veel plezier. Nu. Amen.
dames en heren, ouders, begeleiders en iedereen die hier aanwezig is op ons mooie sportpark van AEC 96 te lossen. Ik wil jullie allemaal welkom heten. Dit is de officiële afsluiting van een geweldig AEC tournament. Voor de 7e keer georganiseerd. En ik kom straks even op degene die het allemaal mogelijk hebben gemaakt. Maar ik wil heel even kort stilstaan bij deze 3 dagen. We zijn afgelopen vrijdagavond begonnen. 6 uur kwamen de eerste gasten binnen. Om 8 uur waren ze daar bijna allemaal. En ze konden meteen aan de leuke zaken beginnen. Er stond hier een mooie glijbaan met water. Er was een pannenkooi. En of dat nou niet genoeg was, kwam er ook freestylers hun kunsten vertonen. Dus de eerste avond was direct een mooi succes. En we hadden gelukkig ook goed weer. Zaterdagmorgen, na een goed ontbijt, begonnen de wedstrijden. Ook een prachtige dag. Gisteravond, veel mensen hier op het sportpark. Fantastische sfeer, goede artiesten. En een prachtige avond gaat met z'n allen. Vanmorgen vroeg, iedereen was wat vermoeid. Kleine oogjes, maar ze waren er allemaal weer. Iedereen was alweer druk aan het werk om het zo goed mogelijk georganiseerd te krijgen. En we hebben vandaag mogen genieten van hele mooie wedstrijden. Dus, waar ik zeker even nog weer terug wil staan, was ook de prachtige wedstrijd gisteravond van het RTL Sterrenteam. Onze eigen selectie, aangevuld met spelers van andere verenigingen bij ons uit de buurt. Kortom, een top weekend. En degene die ik daarvoor wil bedanken, dat zijn de mensen hier in de prachtige oranje shirts achter mij. En op de 4e plaats, onze feestvierders uit Veendam. Veendam 1844. Nou, de jongen van Veendam die wil wat zeggen of zingen. We gaan het meemaken. Aan jou de microfoon, jongen. Ik wil de scheidsrechters bedanken voor een hele mooie toernooi. Onder de pool JO 15 hoog op de 8e plaats. KVV Losser onder 15. Op dat KV Losse vorig jaar wel mag blijven slaan. Gaan we door. In de pool, hoog. Het wordt nu echt spannend. Op de 3e plaats. Rupo, hoog. Onder 13. Dan in de categorie onder 13 op het plaats geëindigd onze buren KVV Losser. Om jullie zo goed mogelijk naar de zin te maken. En ik wil graag een
een hartelijk applaus voor al die mensen.